veilig beneden het hooggeëerd publiek, wachtend op de salto mortale. Als hij verschijnt, sterft de muziek, zal hij de overkant halen. Een zucht van verlichting, altijd applaus, maar liever nog zien ze hem falen. En dan verandert de afschuw al snel in de wens zijn val vertraagd te herhalen. Speler zijn, je staat aarzelend langs de lijn, bang om op je bek te gaan. Je durft niet te kiezen, je mocht eens verliezen, zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en heb je spijt, want levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt. In de boot genomen door de zilvervloot, want sparend voor later ga je straks ook sparen dood. Later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer terug. Spelend op zeker, tegen alles ingeënt, spring je braaf in het geleerd. Het verlangen afgeleerd, je gevoel geamputeerd, blijf je zitten waar je zit. Maar ergens halverwege, ik weet het zeker, krijg je spijt, want levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt. Dan ben je in de boot genomen door de zilvervloot. Want sparend voor later ga je straks ook sparen dood. Later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer. Goedenavond, dames en heren allemaal. Welkom bij het programma Later is al lang begonnen. De liedjes die wij in de 80e jaren avond aan avond zongen, komen vanavond nog één keer terug. Later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer later. Later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer. Dankjewel. Ze vragen mij vaak, goedenavond trouwens, wat mijn favoriete liedje uit die tijd is. Dit liedje wat we nu gaan spelen. Het heet Verloren Tijd. Er is een man laatst dood gegaan, die nog geen dag van zijn bestaan
tevreden was. Dat begreep hij pas toen er geen weg terug meer was. Vlak voor zijn dood pas kreeg hij spijt van zoveel angst, verloren tijd. Hij vertelde mij over de hel die hij zijn leven lang had meegemaakt. Hij was nooit verliefd geweest, zelden verwonderd. Hij had nooit gegokt, dus hij was ook nooit bedonderd. Om ergens te komen had hij lopen moeten leren, maar op weg naar zijn carrière leerde hij marcheren. Hij is iets geworden wat hij eigenlijk niet wilde. Zijn wereld verstilde, geen diepgang, geen toon. Andere helden dansten of lachten, maar hij stond te wachten en hij wist niet waarom. Omdat het zo uitkwam, is ook hij maar gaan trouwen. Maar hij bleef dromen van vrouwen die hij nooit echt heeft gekust. Hij zette zich af tegen zwervers en helden. Maar dat gaf hem zelden ook maar één ogenblik rust. En tegen zijn angst hielp geen één obligatie. Geen polis, geen aandeel, geen bank dacht meer mee. En aan het einde, op zijn crematie, waaide zijn rook zelfs nog met alle winden mee. Er is een man laatst doodgegaan, die nog geen dag van zijn bestaan tevreden was. Maar dat begreep hij pas toen er geen weg terug meer was. Zo, de eerste dode zit erop. Dat was niet zo moeilijk zoeken in het repertoire van het Klein Orkest. Veel liedjes gemaakt over de dood. Maar wil je dat iets gezellig afloopt, dus een beetje een flut verhaaltje, dan hou je halverwege op en dan zeg je van, en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar dan heb je eigenlijk meer een sprookje. Vind je ook niet? En dat moet ik even uitleggen. Als ik het woord sprookje zeg, heb ik met mijn lichtman afgesproken, dan doet hij dat lampje aan. Dat komt namelijk, dat is geen gewone kruk die daar staat, maar een sprookjeskruk. Kijk maar eens. Mooi. Als je daarop gaat zitten, ga je vanzelf sprookjes vertellen. Zal je eens laten horen. Ga maar even wat voor jezelf doen, jongens. Er stond dus in een bos, heel lang geleden, een kleine eikenboom die op een zekere dag ineens zo'n zin kreeg af te wijken van het geëikte pad der eiken en dat eeuwige seizoengebonden saaie groeigedrag. Dus toen de lente was gekomen en alle andere eikenbomen keurig uitliepen, natuurlijk netjes groen, verdomde die te bloeien, nog geen blaadje liet groeien, omdat hij het dat jaar eens lekker anders wilde doen. Dus bleef hij in dat voorjaar in zijn eentje, tegen alle regels in, volkomen kaal. Hij zag de oudere eiken misprijzend naar hem kijken. Ze vonden het belachelijk en riepen allemaal: hé joh, kleine kale kapstok, zou je ook niet eens wat doen? Je bent een eik, het is lente, doe normaal joh, spring op groen. Je denkt dat je bijzonder bent, maar dwars liggen is dom.
Dan kom je straks echt dwars te liggen, want dan hakken ze je om. In de zomer kreeg de kleine eik het moeilijk zo. Zonder blaadjes in de gloeiend hete zon begon de twijfel toch te knagen. En begon hij zich ook af te vragen of hij niet bezig was met iets wat eigenlijk niet kon. En toen hij ook nog eens van de boswachter met verf en een kwast een groot wit kruis kreeg op zijn kleine dorre bast, riepen alle oude eiken, yes, het is met je gedaan. Deze winter maakt de boswachter de kachel met je aan. In de herfst zag de kleine eik de rest verkleuren, zoals gewoonlijk weer eens, weinig inventief. En toen ze met z'n allen braaf hun eikels lieten vallen, begon hij overmoedig aan zijn winteroffensief. Hij liet al zijn sappen stromen, hij gaf alles wat hij had. Hij zou ze eens wat laten zien, al was het maar één blad. En midden in de herfst, met de winter voor de deur, begon hij vrolijk uit te lopen in een frisse lentekleur. En hij bloeide en hij groeide en de kleine eikenboom ervaarde elk nieuw blaadje als een uitgekomen droom. Anders dan de rest, dan allemaal, dan iedereen, dan al die normale kale eikels om hem heen, was hij knalgroen in de winter, zeg. Helemaal alleen was hij knalgroen in de winter, zeg. Helemaal alleen. Is koud en kletternat, de zee is lekker droog. De ballon die stijgt omlaag en de baksteen valt omhoog. De lucht is lekker groen en het gras toevallig blauw. De kat die blaft de hele dag en de hond die zegt miauw. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Keer het om. Geef de boel een draai, raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Aap niet na, je bent geen papagaai. De zon is lekker vierkant, de ruit toevallig rond. Met koorts dan ben je beter en ziek zijn is gezond. Links is lekker recht en hier toevallig daar. Ik word morgen 80 en mijn oma 7 jaar. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Keer het om, geef de boel een draai. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Aap niet na, je bent geen papagaai. Wie steelt krijgt een beloning, wie weggeeft is een dief. Voor braaf zijn krijg je strafwerk en klieren, dat is lief. Achmed komt uit Holland en Johan is een Turk. Mijn moeder is een kerel en mijn vader draagt een jurk. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Keer het om, geef de boel een draai. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Aap niet na, je bent geen papagaai. Je bent geen papagaai, je bent geen papagaai. Hey, hartstikke bedankt. Een beetje een raar begin van zo'n avondje. Twee serieuze liedjes voor volwassenen, dan een sprookje en dan ineens weer een kinderliedje. Maar het is een klein orkest ten voeten uit. We zijn altijd een beetje een afwijkend bandje geweest. Een soort vreemde eend in de bandjes bijt, zijn wij altijd geweest. Het is al begonnen in de 75, zo'n beetje halverwege de 70 jaren. Toen waren we een tijdje actiebandje. Nou, dat was geen pretje, zeg. Dan moest je optreden op linkse manifestaties. Dat was heavy, jongen. Godskeleren. Ze allemaal discussies over de revolutie. Die moesten aan en daarin. Woedende gezichten. Om 10 uur allemaal zo'n bek. Was het afgelopen en moesten wij de stemming erin brengen, zeg. Maar wij afficheerden ons altijd van klein orkest, links, maar toch leuk. Vrouwvriendelijk en plantaardig. En dat liedje wat je net gehoord hebt, hè, over mijn moeder is een kerel en mijn vader draagt een jurk. Is een heel oud liedje, dat zongen we toen al. Dus waren we onze tijd ver vooruit en toen al genderneutraal.
Ja, dat was gewoon zo. Wij waren een raar bandje, dames en heren. Wij mochten op een gegeven moment veel later in onze carrière, zal ik maar zeggen, mochten we een plaat maken in 81 ergens. Bij de firma Polydor. Nou, het geld klotste toen nog tegen de plinten. Wij hadden principes, maar we vonden een plaat maken natuurlijk wel heel erg leuk. Hè. Dus wij er naartoe. Zo'n groot gebouw, glas, allemaal Mercedes voor de deur. Hoogpolig tapijtje. Ik kwam er bijna niet doorheen, zal ik maar zeggen. En in zo'n directeurskamer met zo'n vreselijke platenbaas, waar wij daar zitten, weet je, zo groot, zo, hey, klein orkest, leuk dat jullie zijn, we gaan een plaatje maken. Sigaartje, jongens. En wij zeiden, alleen als ze uit Cuba komen. Hij zegt, ja, het staat Havana op, dus het zal wel goed gaan. Wij allemaal een bolknak in onze snuffert gedouwd, want ja, we rookten allemaal nog. En hij zei, nou jongens, we gaan een plaatje maken, geweldig, leuke namen ook, goede liedjes jongens, godverdomme, hartstikke leuk. Plaatje maken, wij zeiden ho ho, maar wel op onze voorwaarden. Hij zei, dat begrijp ik, maar over geld gaan we het later hebben. En wij zeiden, nee, het gaat ons om principes. Daar had hij nog nooit van gehoord, zegt die gozer. Hij zei, principe, hoezo dan principe? Nou, hij zei, er staat in het contract dat wij alles moeten doen om het product te verkopen. Maar wij gaan dus niet alles doen. Hij zei, wat gaan jullie dan allemaal niet doen? Nou, wij zeggen, wij hebben geen flikker zin om te gaan staan in al die waardeloze tv-programma's zoals volle groeven, losse toeren, weet ik hoe die rotzooi allemaal heet. Daar gaan wij niet staan. Hij zegt, nee, wat houdt dat dan verder in? Nou, dat wordt allemaal uitgezonden, zeiden wij, door waardeloze omroepen zoals de AVRO, de KRO, de NCRV, de TROS en Veronica. En daar gaan we dus principieel niet voor op de televisie. En als RTL had bestaan in die tijd, hadden we er ook tegen geweest. En hij zei van, wat gaan jullie dan wel doen? En wij zeiden, alleen de VARA. Ja, we hebben echt gezegd, jongens, is toch zo? Hè? Dan hoor je het ook eens van de ander. Ja, alleen de VARA. En de VPRO vonden we ook goed. Maar die vonden ons een waardeloos bandje, dus daar zijn we nooit terechtgekomen. Ja, dat was gewoon zo. Hè? Ja, goed, hij zegt, joh, alleen de VARA moest goed luisteren, jongens. Dat zijn waardeloze programma's bij de VARA. Dat is pop zelfmoord. Daar kom je nooit aan de bak, krijg je nooit een hit. En wij zeiden, nou, dan maar geen hit. En toen werd hij links, zeg. Hij zegt, dan maar geen hit. Nou, moeten jullie eens goed naar mij luisteren met dat klote naampje van jullie. Die paar rottige liedjes. Jullie gaan nu met een plaat onder je arm hier rechts de Vrije Markt op. Hè? En naar een of ander marktplein in Lunteren of zo, desnoods. Hè? En dan gaan jullie lopen roepen met z'n allen. Lunteren, laat die handjes eens zien. Lunteren, laat ze horen dat jullie er zijn. Of je gaat zonder LP linksomkeert, hup, hier de deur uit. Met principes en al. En wij, dames en heren, kozen voor het laatste. Ik heb hem uitgemaakt voor vuile platengraaier. Weet ik nog heel goed. We hebben met z'n vieren die bolknaks uitgedrukt in het hoogpolig tapijt. Onderweg naar buiten een fuck your ass gebaar gemaakt tegen alle gouden platen die er hingen. Golden Earring, Def Leppard en het kermisduo Jan en Zwaan. En we zeiden, dan maar geen plaat. Dat hebben we echt gedaan. Zo waren wij. Zo zaten wij in elkaar. Ja. En uiteindelijk hebben we wel drie hele mooie platen gemaakt, vind ik zelf, bij de firma Polydor. Hoe dat uiteindelijk gelukt is, hoor je wel gaandeweg het verhaal vanavond. En tot slot hebben we nog een beetje een rare pierenmogochel van een LP gemaakt in opdracht van de FNV. En die wilde dat wij 12 liedjes gingen zingen over werk. Heb ik gemaakt. Hebben we dat gedaan. En helemaal betaald door Polydor, zeg, in die tijd al. Want toen waren ze na 3 succesvolle platen achter dat je met onze principes ook geld kon verdienen. Toen was het goed, hè? Ja. Ik wil heel graag 1 liedje van die laatste wat onbekendere LP voor u zingen. Dat heb ik gemaakt voor een jongetje waar ik naast werkte. We waren even oud, 19 jaar. Ik was werkstudent. 2 weken aan de lopende band in de zuivelfabriek om geld te verdienen voor de vakantie. En naast mij stond Guus en die moest zijn hele leven daar blijven werken. En ik denk, ik ga een liedje voor hem schrijven. En dat ga ik nu voor u zingen. Het heet Yoghurt met Banaan. Het gebeurde op een mooie dag. Ergens in april. Dat Guus na 1000 toetjes dacht. Hey, is dit nou wat ik wil? Vlug dacht hij ergens anders aan. Maar het kwaad was al geschied. En bij de yoghurt met banaan dacht Guus, dit wil ik niet. Hij stapte uit zijn werkjas en liet de band maar gaan. En op de vloer ontstond een plas van yoghurt met banaan. Want wat heeft nou het leven voor waarde
als je steeds tussen toetjes moet staan. Er is toch meer tussen hemel en aarde, als maar die toetjes ingaan. Wat heeft nou het leven voor waarde, als je steeds tussen toetjes moet staan. Er is meer tussen hemel en aarde, dan yoghurt met banaan. Het gebeurde op een mooie dag, dat Guus is weggegaan. Op staande voet nam hij ontslag van yoghurt met banaan. Hij ging daarna meteen op reis en keerde nooit meer terug. Hij woont al jaren in Parijs en slaapt daar onder een brug. En spijt heeft hij voor geen meter dat hij toen is weggegaan. Want klosjaar zijn vindt hij beter dan yoghurt met banaan. Want wat heeft nou het leven voor waarde, als je steeds tussen toetjes moet staan. Er is toch meer tussen hemel en aarde, als maar die toetjes zien gaan. Wat heeft nou het leven voor waarde, als je steeds tussen toetjes moet staan. Er is meer tussen hemel en aarde, dan yoghurt. Yoghurt met banaan. Dames en heren, op trekzak Henk Jan Heuvelink. U heeft het goed gehoord, hij heet Henk Jan. Ik vind het wat overdreven, twee namen voor één gozer. Maar ja, zo heet hij nou eenmaal. En, hij is de invaller van onze oorspronkelijke toetsenist, Leon Smit, die verantwoordelijk is voor die mooie muziekjes van ons bandje. Maar die kon vanavond niet. Sowieso de hele tour niet. Dat heeft te maken met dat de oorspronkelijke toetsenist de enige is van ons vieren, hè, die kinderen heeft gekregen destijds. Wij drieën niet. Toch? Nee, hè? Ik check het elke avond eventjes, je weet het nooit. En wij hebben geen kinderen gekregen, hij wel. En inmiddels is hij natuurlijk ook oud geworden, hij is opa geworden. Nou, opa's en oma's in de zaal, die weten dat wel. Als je tegenwoordig opa of oma bent, heb je geen leven meer, vind ik hoor. Ja, je denkt toch van lekker 65, lekker kantelen, lekker op vakantie cruisen, weet je wel. Golven, van alles doen, weet je wel. En wat gebeurt er? Je kinderen hebben kinderen gekregen en die hebben geen tijd om nog op te letten. Dan ken je aan de bak. Zo is het vaak hoor, tegenwoordig. Hè? Dus daarom kon hij niet komen. Maar ja, goed. Maar ja. We hebben gelukkig zijn we heel blij met hem als invaller, want we hebben geweldige steun aan hem gehad toen we dit begonnen, dit project. Want hij heeft als een soort muzikale archeoloog de sound van het kleine orkest uit het verleden opgegraven. Nou, zou je misschien in je stoel denken, Harry, dat is wat overdreven taalgebruik. Maar toch komt het daarop neer, dames en heren. Want onze sound van het kleine orkest is afhankelijk van dat pieporgeltje. Dat is altijd in de hoofdrol bij ons. Wij begeleiden eigenlijk het orgel, hè. En die dingetjes moesten precies klinken zoals vroeger. En die waren er niet meer. Die onderste bijvoorbeeld, die hebben we uit de kelder van Leon, die oude toetsen, is opgediept. Waterschade, ellende, schimmel stond erop. Nieuwe toetsen erin gezet, maanden aangewerkt tot die weer piepte zoals in de 80 jaren. En die andere daarboven, die heet Juno, zie je, die helemaal een ramp. Die worden niet meer gemaakt. En tweedehands waren ze ook niet meer te krijgen, zeg. Want die zijn heel erg populair bij die DJ's. Die gebruiken die dingetjes om die sound van het ethisch terug te krijgen. Dus die zijn niet meer te betalen. We hebben er een op de kop moeten tikken, ergens in Zuid-Duitsland. Voor 15 keer het bedrag wat die destijds nieuw kostte. Dus we moeten heel veel optreden om dat eruit te krijgen. Ja, ik kan hem lachen, maar godskeleren. Maar goed, laat ik het daar verder niet over hebben. We zijn heel blij met hem. Het is de enige echte professional. Hij kan noten lezen. Nee, niet, weet je wel. En hij speelt alles wat los en vast zit. Ik heb gisteren trouwens, speelde het met je grote kop een stukje Bach. Hij meteen... En dan nog meer uitsloven. Achterstevoren, Harry. Hij speelt Bach nog beter als Bach zelf. Wij noemen het met z'n drie altijd Bagger. Beetje om me lachen, daar af en toe, hè.
Maar we zijn heel blij met hem. Maar ja, u weet hoe dat gaat met echte professionals. Die hebben natuurlijk zelf ook een bandje. Heel ingewikkeld bandje met hele moeilijke akkoorden. Heel dim akkoorden. En een atonale muziek met hele vreemde koortjes erboven. U kent allemaal in uw omgeving wel zo'n bandje. En u weet, daar komt geen hond naar kijken. Dus moet hij bij ons meespelen om zijn geld te verdienen. Dames en heren, Henk-Jan Heuvel. Nou, en wij drieën zijn dus amateurs. Ik zal over mezelf beginnen om het uit te leggen. Zelf moeten leren allemaal. Ik leerde gitaarspelen op mijn 12e. Niet omdat ik er zin in had, maar ik had een advertentie gezien in de krant met een gozer die op het strand met een kuif was in de tijd in. Weet je, zat hij gitaar te spelen. Zo. Er stond onder leer in 3 weken gitaar spelen. En er zaten 3 meiden omheen naar hem te kijken. Ik denk, dat ga ik ook doen. Graag. Zo is het begonnen. En toneelspelen. Ik heb dan alle toneelstukken op de middelbare school meegedaan. Dat vond ik echt geweldig hoor. En wij speelden nog echt zware literair-achtige stukken. Hè? Niet van die flauwekul van tegenwoordig dat je een ABBA musical gaat doen op de middelbare school. Bij ons niet. Wij speelden nog zware stukken over jodenvervolging of opkomend fascisme. De gezellige avondjes waren dat natuurlijk. Dat weet ik nog heel goed. Ja, godsgeleerde. Maar ik kan er over geintjes maken. Maar toch, dat pakte mij zo enorm, dat toneel. Dat ik ineens wist wat ik moest in mijn leven. Ik was 17 jaar. Ik ging naar mijn vader, weet je, zo'n Haagse arbeider. Ik zei, pap, ik weet wat ik wil. Hij zegt, nou wel. Ik zeg, ja, ik ga naar de toneelschool. En mijn vader zegt, Harry, rot is even lekker een ent op, joh. De toneelschool, joh, daar leer je geen flikker niks. Leer helemaal niks, daar kan je later je geld niet mee verdienen. Het enige wat ze daar doen op die toneelschool is de hele dag met elkaar naar bed gaan. Ja. Dat is een foutje van mijn vader, hè? Ja. Toen wou ik het helemaal graag naartoe, dat snappen jullie nog wel, hè? Ja, weet je, ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Weet je hoe dat komt? Ik had geen generatieconflict met mijn ouders. Ze waren hele lieve mensen. Dus ja, dan ga je toch doen wat zij graag van je verlangen. Weet je, dat was toch bij ons zo. Want die ouders van ons, van mijn broer en mij, die deden alles om ervoor te zorgen dat wij het beter kregen dan zij. Dat was hun grote doel in het leven. De kinderen moeten het beter krijgen dan wij. Daarom even een omwegje. Heb ik natuurlijk zelf geen kinderen. Dat red ik nooit natuurlijk. Nou, dat snappen jullie wel, hè? Natuurlijk, ja. Nou, dat hartstikke geinig. Ja, dus toen ben ik maar gaan doen wat ouders wilden. En u weet wat ouders altijd maar willen door de eeuwen heen. Vastigheid, zekerheid. Ze hebben er zelf een kleren zo wel gemaakt, maar die kinderen moeten vastigheid en zekerheid. Dus nou ja, ik moest leraar worden of arts of advocaat. Heb ik gekozen voor het leraarschap. Ben ik leraar Engels geworden. Heb ik me ingeschreven en werd ik ingelood. Je werd toen nog ingelood in Groningen. Dat vond ik erg, jongen. Alsof ik gedeporteerd werd naar het noorden, zeg. Ja, ik kan om lachen, maar god, ik verstond van niemand, man. Dat is erg. En ben ik uiteindelijk gered door de muziek, dames en heren. Want er was een studentenvereniging en die hadden een muziekzolder. En dat vond ik te gek. Daar stonden al die dingen die u hier ziet, zo versterkers, drumstellen, bassen. Stond daar, die kon je zomaar gebruiken, hoefde je niet te kopen. Kon je ook niet betalen trouwens. En dan mocht je gewoon een bandje formeren. Dat vond ik geweldig. Ik werd meteen lid en ik meteen naar die muziekzolder. Ik kwam daar binnen, dames en heren. Ik keek om me heen en ik dacht, yes, that's it. Ik vond het net een sprookje eigenlijk. Het was geweldig mooi om te zien hoe alles. Nee, nou, straks pas. Maar nog niet. Nou goed, en toen heb ik een bandje geformeerd en ik heb hem lachen. Hele coole naam, die heette Flat Tire. Tja, maar je kan hem lachen, maar het was wel een wereldbandje hoor. Hey. We speelden nog geen eigen liedjes, maar een beetje covers. En zo. Uit die tijd, 60's en zo. Geweldig. Dat vind je dan leuk als je 19 weer lekker ram op zijn podium. Geinig was dat, jongen. We hadden een bassist. De gekke bassist hadden we. Die stond doodstil. De hele avond stond hij zo. Hij bewoog niet eens zijn oogleden. Stond zo te kijken. Alleen zijn vingers bewogen. Die had als bijnaam de lantaarnpaal. Die bewoog niet. En dat verhaal wat ik nou vertel, hè, dat is meer dan 45 jaar geleden. En die gozer, die ken ik nog steeds. Daar staat hij. Respect. Na 6 jaar studeren, voor een studie waar maar 3 jaar voor stond. Ja, ik was nou eenmaal het type van inschrijven is soms belangrijker dan deelnemen. Was ik dan uiteindelijk leraar Engels en wilde ik terug naar Den Haag, zo gauw mogelijk, lekker daar les gaan geven. Maar er was geen baantje, geen werk, dus kreeg ik een baantje in Utrecht of all places. En werd ik daar leraar Engels op een OLO.
ontiegelijk laag onderwijs. Nou, dat was vreselijk echt. Allemaal van die jongetjes uit de binnenstad van Utrecht. Die altijd tegen mij zeiden, rot toch op joh met je Engels. Als we in Engeland komen, dan wijzen we het wel aan. Dat zijn we zo altijd. Ja, ik was er niet voor geschikt, dames en heren. De mensen die hier in de zaal zitten, die goed onderwijs kunnen doen, petje af. Ik weet hoe moeilijk het is, maar ik had er geen geduld voor. Ik vond niks. Ik weet niet, ik kon die jongetjes helemaal niet motiveren. Ook, ze deden ook zo raar. Ze leverden soms zinnetjes in waarvan ik dacht, nou, ik ben toch leraar Engels. Maar het is ook Engels, maar ik snap niet wat ze bedoelen. Bijvoorbeeld een jongetje had opgeschreven, this is B-car. Ik zeg, wat bedoel je daarmee, this is B-car? Hij zegt, ik heb alles opgezocht, joh, eikel. Ik zeg, wat heb je dan opgezocht? To be, dat is zijn. Ja, dat weet ik ook wel. En nou? Ze snap je het nog niet. Ik zeg, nee, jullie ook niet geloven. Een hoop olo'ers in de zaal ook hier. Hij bedoelt, this is my car, snap je? En this is be car, dat is zijn auto. Maar ja, ik moet eerlijk zijn, ik zei tegen hem, oh, bedoel je dat? En toen zei hij, maan, geeft er een Engels voor. Ik vond het echt vreselijk, joh. Ik vond het een vreselijk beroep. Ik kon het echt niet, weet je wel. Het enige leuke op die school was, er was een lerarenband. Ik werd meteen lid, hartstikke leuk. En dan speelden we op avondjes, klasseavondjes, kerstvieringen en zo. Dan speelden die leraren, waren 26, kon nog wel. Hartstikke leuke tijd. En dan zat er een drummer in dat bandje, leuke gozer. Heb ik het over 40 jaar geleden. En ook die ken ik nog steeds. Daar zit hij, Nick Nieuwenhuizen. Dat is zo enorm wonder dat je hele vrienden hebt die je heel lang kent. Want later, toen ik eigenlijk officieel een bandje wilde gaan oprichten, wat een klein orkest is geworden, heb ik Chris gebeld. We hebben een bassist nodig en hem gebeld, een drummer. En wat is er gebeurd? Op latere leeftijd, toen we in de 30 waren, werden we ineens bekend als een klein orkest. Wij zijn hartstikke beroemd geworden met z'n drieën. Hij niet. Wij met z'n drieën, dat is echt waar. We hebben soms wel eens voor 20.000 man gestaan in die tijd. Echt, had je ook al festivals. En weet je wat ik het leuke van ons bandje altijd vond? Die anderen gingen altijd rammen en rookwolken en lichtshows en zo. En wij gingen soms heel lullige kleine liedjes, een beetje cabaretesk was het al. Een beetje cabaretachtige liedjes, anti-burgerlijk, vond je toen leuk, weet je wel. Heel simpel liedje, deed ik samen met Niek. Niek kon er eens bij, gaan we het vanavond ook doen. Dat, weet je hoe dat ging, hè? Dat hadden we als begeleiding alleen Chris. Doe eens, Chris. Meer niet, voor 20.000. Wel hartstikke leuk, met z'n tweeën wij. Geinig. Leuk om weer eens te doen, hè? Ja, even lekker zonder professional. Geinig. Het harde zadel van zijn fiets verdrijft de laatste rest in slaap. Maar verder denkt hij nog aan niets. Hij zwaait voor ieder hoek omgaat. Naar zijn vrouw die ook naar hem buigt, achter de ramen. Zelfs in peignoir is ze een dame. Ze zijn al zoveel jaren samen. Zijn band moet nodig opgepompt. Hij hoopt dat hij droog overkomt. Daar rijdt in schuchter de morgen rood. Een werker met zijn pakje brood. Dat langzaam wordt geplet onder de rubberriemen. Die veel te strak staan en door het plastic zakje striemen. Hij kijkt niet op of om. Hij moet het vast en zeker halen. Trapt extra hard op de pedalen. Rijdt pijlsnel langs een volle tram. En achterop vermengt zich bloedworst met jam. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, die 20.000 mensen vonden het ook geinig. Ja, dat was weer eens wat anders. Weet je, dan altijd geramd en zo. Hartstikke leuk. Ja, zo'n anti-burgerlijk liedje, weet je. Trouwens, Niek, jij was in die tijd toch getrouwd, hè? Nog steeds? Nou, dat is goed. Want ik kan u wel vertellen, het was niet bepaald een sprookjeshuwelijk, hoor, die Jan. Kap er nou eens mee met de lamp, blijf eens daar gaan zitten. In die periode
was ik eigenlijk namelijk niet zo gelukkig, eerlijk gezegd. Nee, het liep niet zo goed. Ik was leraar en ik denk, god, ben ik mijn hele leven leraar, wat moet ik daar nou mee? Weet je wat ik het ergste vond van dat hele leraarschap? Dat is gewoon eigenlijk dat je dan, na eindexamenklasse had ik dan, en die gingen dan juichend de deuren met een papiertje, een diplomaatje. Harry, bedankt, je was een geweldige leraar. Ineens was je goed geweest, weet je wel. En dan gingen ze allemaal weg en dan zat je in je eentje in je lokaal. Klapte je dat boek naar bladzijde 1, denk je, nou, kan ik volgend jaar op bladzijde 1 beginnen, zeg. En ik mocht nog 40 jaar. Dat vond ik echt, ik werd er echt depressief van. Ik ben ook meer gaan drinken dan strikt noodzakelijk. Ja, goed, ik had gelukkig wel verkering. Ja, telkens met een ander. Daar heb ik gelukkig niks aan overgehouden, hoor. Niet eens een vrouw. Maar dat vind ik niet eens zo erg, hoor. Weet je wat ik er namelijk wel aan over heb gehouden? Ik heb er een aantal prachtige liedjes over de liefde aan overgehouden. Want ik heb in die tijd aan alle kanten van de streep gestaan van het grote relatiecarnaval, waar we allemaal aan mee moeten doen om een partner te vinden in dit leven. Dat is gewoon zo. Ik heb alles meegemaakt. Ik ben belazerd. Ik heb iemand belazerd in de steek gelaten. Ik heb iemand in de steek gelaten. Seks met je ex, opnieuw proberen, knipperlicht. Je kan het niet verzinnen. Ik heb het allemaal meegemaakt. Hè? En daar heb ik een aantal liedjes over geschreven. En daar wilden we er een aantal van brengen vanavond voor u. En ja, we hebben een selectie gemaakt. En het eerste liedje gaat over dat je ongelooflijk verliefd bent. Dat je denkt van, dit is de vrouw van mijn leven. Daar blijf ik bij. Die laat ik nooit meer in de steek. Dit is er. Het lied daarna gaat over twijfel en uiteindelijk over een bezoek aan je ex. Ja. Ik was nooit op zoek naar de vrouw van mijn leven. Maar als een droom kwam jij en ben je ook gebleven. Hey, en mocht je ooit gaan, dan blijf jij voor mij. Mijn leven lang een mooie herinnering erbij. Want het is echt niet te geloven. Maar jij haalt dingen bij me boven, waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Jij kan zwijgend zoveel zeggen, en ik hoef jou nooit uit te leggen. Waarom ik zoveel van je hou. Je hebt mij geraakt, en gek. Ik mis jou altijd, zonder jou duurt elk uur een eeuwigheid. En als jij er bent, dan wil ik nergens meer zijn. Alleen bij jou in een eindeloze refrein. Want het is echt niet te geloven, maar jij haalt dingen bij me boven. Waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Jij kan zwijgend zoveel zeggen, en ik hoef jou nooit uit te leggen. Hey, waarom hier, waarom ik zoveel van je hou. Henk Jan, come on! Waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Jij kan zwijgen zoveel zeggen, en ik hoef jou nooit uit te leggen. Hé, hey, waarom ik zoveel van je hou. Van jou, jou, van jou.
bel klinkt nog na in de gang. Haar figuur lijkt in stukken achter het matglazen raam. Op de deur die andere naam. Ze doet open haar hand aan de deur. Die glimlach, die geur. En ze vraagt was het makkelijk te vinden. En ze zegt dat ze gelukkig is. Zegt dat ze gelukkig is. Ze zegt dat ze gelukkig is. Ze zegt dat ze gelukkig is. Dat uitzicht, je woont hier best mooi. Ja, het gaat met z'n tweeën, maar straks wordt het te klein. Als over 2 jaar de kinderen er zijn. De koffie is klaar, dat haar, datzelfde gebaar. En ze vraagt nog steeds melk en suiker. En ze zegt dat ze gelukkig is. Zegt dat ze gelukkig is. Ze zegt dat ze gelukkig is. Ze zegt dat ze gelukkig is. We gaan eens naar IJsland dit jaar. Nee, niet in augustus. Want zomers, dan is het zo druk. Ja, in de winter scheelt dan een stuk. Oh, het bankstel te laag, het vloerkleed te dik. Ze volgt mijn blik en ze vraagt, blijf je eten? En ze zegt dat ze gelukkig is. Zegt dat ze gelukkig is. Ze zegt dat ze gelukkig is. Ze zegt dat ze gelukkig is. Weer eens gaan. Nee, ik kan echt niet blijven. Ik heb vanavond nog zoveel te doen. Heel voorzichtig, geef ze een zoen. Ach, haar hand aan de deur, die glimlach, die geur. Ze aarzelt en zegt, je moet gauw weer eens komen. En ze zegt dat ze gelukkig is. Ze zegt dat ze gelukkig is. Zegt dat ze gelukkig is. Ze zegt dat ze gelukkig is. Ik heb een beetje de naam dat ik een loner ben en vaak alleen leef en zo. En het is niet helemaal waar. Ik heb uiteindelijk in mijn leven ook de liefde van mijn leven leren kennen. En daar heb ik een lied over gemaakt. En dat wil ik nu voor u brengen. Doe ik even alleen, want dat is persoonlijk. Ik hou van mij. Het volgende liedje. Ik hou van mij. Hoor je nooit zingen. Ik hou van mij. Wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij. Ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij. Want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij. Op mij kan ik kop aan. Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en niet voor even. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij.
totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht. Yeah. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die je kende. En ik hoef mezelf trouwens voor mij ook zo nodig niet te veranderen. Ik hou van mij, mezelf, gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Ik leef in een hel en ik verwacht van jou de hemel. Ja, jij geeft de hel weg, dankjewel, zeg, rot lekker op. Dat houden van een ander, dat heb jij alleen maar nodig. Omdat je niet genoeg kan houden van jezelf. Joh, hou van jou, joh, maakt de anderen overbodig. Ware liefde, geloof me, begint altijd bij jezelf. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, ook al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft tenminste echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt. Nou, ik denk wel, dames en heren, als ik ooit eens vaste verkering krijg en zou gaan samenwonen en zo, dat zou toch wel een sprookje zijn, hoor. Sprookje. In de winter, in een bos vol kale bomen, riep het kleine eikje, ik heb het voor elkaar. Hij zag de kale eiken misprijzend naar hem kijken, maar hij had maling aan een holle en zure commentaar. Ze zeiden, jij denkt dat je bijzonder bent, hè? Maar je bent gewoon te laat. Je bent een klein eigenwijs eikeltje dat straks naar de knoppen gaat. Mislukte maffe kerstijs met je grote groene bek. Hè? Als de boswachter zo komt bij je hup, een open plek. En de boswachter, dames en heren, is met zijn bijl gekomen. En aan de voet van het eikje bleef hij staan. Dit is het einde van mijn droom, dacht de kleine eikenboom. Maar groen zijn in de winter, ik heb het toch een keer gedaan. Maar de boswachter bleef als aan de grond genageld staan. Gooide het bijltje erbij neer. Ja, kinette, ja. En is meteen naar huis gegaan, kwam terug met zijn vrouw, wees omhoog en zei... Kijk, zie je dat het waar is wat ik je zei over die eik? Hij is knalgroen in de winter, zomaar buiten het seizoen. En moet je kijken hoe die bloeit, wat is die wonderbaarlijk groen. En wat steekt die prachtig af tegen die kale eikels om hem heen, zeg. We moeten zuinig op hem zijn, van zo'n boompje is er maar één. We moeten zuinig op hem zijn, van zo'n boompje is er maar één. En op een gegeven moment, dames en heren, begon Polydor opeens ook zuinig op ons te zijn. Ja, dat hebben allemaal met elkaar te maken. Begint woord te krijgen, ja. Je denkt, je zou maar te lullen, die jekkers, maar zo over nagedacht, hoor. Dat is een goede voorstelling, dit, hoor. Nou ja, hij kost wat, maar dan heb je ook wat, hè. Oh. Ik denk dat ik de eerste artiest ben die van zichzelf zegt dat ik een goede voorstelling heb en daar applaus voor krijg. Dat is echt geweldig. Bedankt. Hartstikke goed. Geinig gedaan. Hè? Nee, want het was gewoon echt zo. Opeens, jongen, ging Polydor om en dat kwam door Doe Maar. Die brak als eerst door in 82. En ineens was het een hype en al die platenmaatschappijen die roken het grote geld. En die wouden allemaal een bandje hebben natuurlijk, hè, dat Nederlandstalige popmuziek maakte. En Polydor wist al van ons af, dus meteen hingen ze aan de lijn. Geweldig was dat, hè. En toen mochten we een plaat maken bij Polydor op onze eigen voorwaarden. Dat hele marktplein van Lunter hebben we never nooit gezien. En we kwamen op televisie, maar alleen voor de VARA.
Onze eerste LP, dames en heren, die heette Het Leed Versiert. En ik kan u niet uitleggen, u heeft zelf natuurlijk nooit een LP gemaakt. Maar hoe leuk dat is als je een eigen LP maakt. Toen ik dat ding in mijn handen kreeg, dat was zo'n geweldig moment in mijn leven. Dat je je eigen plaat in je eigen handen, dat je hem op je eigen draaitafel kon leggen. Dat je je eigen stem uit je eigen box in je eigen kamer kon horen. Dan heb je het naar je zin met je eigen, dat kan ik niet uitleggen. Het was een geweldig moment in mijn leven. Ik ben zelden in mijn leven zo gelukkig geweest als toen. Echt zelden. Daarna ben ik ook nooit meer zo gelukkig geweest. Dat was geweldig. Daarvoor wel. Maar dat telt eigenlijk niet mee. Toen was ik nog jong. Een jaar of zes. Ja, toen was ik ook zo gelukkig, jongen. Heb ik een liedje over geschreven. Dat zal ik nou voor u gaan zingen. Toen heb ik vanaf mijn vijfde tot mijn zesde liggen eikelen en zeuren bij mijn ouders om iets wat ik maar niet kreeg voor mijn verjaardag. En op mijn zesde kreeg ik het opeens. Een step. Ik heb een step, step is blauw. Hij kan wel 100, hoe hard kan die van jou? Ik heb een step is blauw. Hij kan wel 100, hoe hard kan die van jou? Opa heeft me de step gegeven. Voor steppen is hij zelf te groot. Hij heeft ook geen tijd, want hij moet huilen. Want oma, die is dood. Samen scheuren door de straten. Wij twee zijn voor niemand bang. S'avonds droom ik dat we vallen, maar hij slaapt gelukkig in de gang. Ik heb een step is blauw. Hij kan wel 100, hoe hard kan die van jou? Ik heb een step is blauw. Hij kan wel 100, hoe hard kan die van jou? Mijn step kan op de golven rijden. Denk jij dat ik overdrijf? Hij kan vliegen als een vliegtuig. Ik word baas van een stepbedrijf. Hey Jan! Ik leen een step aan iemand thuis. Strakjes zijn mijn banden lek. Alleen Sonja mag hem hebben. Zij houdt ook van pannenkoek met spek. Ik heb een step is blauw. Hij kan wel 100, hoe hard kan die van jou? Ik heb een step is blauw. Hij kan wel 100, hoe hard kan die van jou? Hij kan wel 60, hij kan wel 80, hij kan wel 100. Ben je bedonderd? Ik heb een step is blauw. Hij kan wel 100, hoe hard kan die van jou? Hij kan wel 100, hoe hard kan die van jou? Hij kan wel 100, hoe hard kan die van jou? Ah, dat was weer een fris kinderliedje. Leuk, ja? Nog eentje? Jezus, hoe oud zijn jullie eigenlijk? Oké, ze willen nog één, jongens. Kom op. Mijn vader zegt dat hij geen moeder heeft. Hij is gevonden op de maan. Twee astronauten zagen hem daar op zijn handen staan. Hij is mee teruggevlogen in onze achtertuin geland. Mijn moeder werd meteen verliefd, dus hij bleef in Nederland. Mijn vader is een leugenaar, hij kan fantastisch liegen. Wat los ik, liegt hij aan elkaar, hij kan iedereen bedriegen. Mijn vader is een leugenaar, ah. Mijn vader heeft een jumbojet, daarmee vliegt hij naar zijn werk. Voor hij naar kantoor gaat, draait hij drie keer om de kerk. Hij zwemt zo de Noordzee over, met zijn handen op zijn rug. En dan tikt hij aan bij Engeland en zwemt onder water terug. Want mijn vader is een leugenaar, hij kan fantastisch liegen. Wat los ik, ligt hij aan elkaar, hij kan iedereen bedriegen. Mijn vader is een leugenaar, ah.
Mijn vader is eigenlijk de koning, omdat hij de broer van Alex is. Maar hij wil niet op de euro en regeren vindt hij niks. Hij is ook goed bevriend met God, ze spelen elke zondag schaak. Laatst nog heeft mijn vader God in één zet afgemaakt. Want mijn vader is een leugenaar, hij kan fantastisch liegen. Wat los zit, ligt hij aan elkaar, hij kan iedereen bedriegen. Mijn vader is een leugenaar, ah. Maar wie dit lied gelooft, is niet goed bij zijn hoofd. Want ik ben hier de grootste leugenaar. Want ik heb de boel bedrogen, van A tot Z gelogen. Want ik heb niet eens een vader, dus de rest is ook niet waar. Echt waar. Ha, ha. Zo, dat waren de kinderliedjes voor vanavond. Collega's. Nou, doen we er straks nog eentje, maar dan wel meezingen, hè? Goed, afgesproken. Nou, oké. Okay, nou, en die komen van de bekende, mag wel zeggen, roemruchte enige kinder-LP van het Kleine Orkest. Met een roltrap naar de maan. In Nederlandstalige popmuziek is dat destijds gezongen. Dat heb ik een aantal keertjes ook verteld. Dat was namelijk gewoon zo. Voor die tijd, voor de 80 jaren, werd er nog helemaal niks in het Nederlands gezongen. Toen werd popmuziek werd altijd in het Engels gezongen. Weet je wel? Dat was anders in die tijd. Dat weten de jongeren misschien niet, maar destijds stond je voor lul als je Nederlandstalig zong. Je moest Engelstalig zingen, dat was gewoon zo. En die Engelse teksten die sloegen nergens op, maar dat maakte niet uit. Want in de 70 jaren sprak niemand nog goed Engels, dat komt door dat onderwijs. Dat was... Ik ook. Sorry. Dus het maakte geen flikker uit wat die bandjes allemaal zaten te zitten te klooien of wat voor liedjes ze zongen. Het maakte helemaal geen bal uit. Niemand verstond het toch. Want, ik zal zo'n voorbeeldje geven, want ik was leraar Engels. Ik verstond het natuurlijk wel. En dat ergerde ik me aan die zakkerige teksten altijd. Je had bijvoorbeeld zo'n bandje in de tijd, die heette de Cats. Ik heb wel eens van gehoord hier. Ja, zo'n inteelt bandje uit Volendam, weet je wel. Allemaal, ze zagen er precies hetzelfde uit. Ze heette ook hetzelfde, geloof ik, hè. En die hadden een liedje dat heette Wan Wee Wind. Kan je dat nog herinneren? Dat is geen Engelsman die snapt wat Wan Wee Wind is. Dat is geen Engels. En dan nog twee keer fout zingen van Wan Wee Wind, are you trying to blow my mind? Het slaat nergens op. Als je het zou willen vertalen in het Nederlands bijvoorbeeld, dan zou het ongeveer klinken als van een richtingswind, waarom probeer je mijn verstand weg te blazen? Dat is in feite wat ze zingen. Dat slaat toch nergens op? Tenzij die Cats natuurlijk toen al doelde op die eeuwigdurende wind die al jarenlang door Volendam waait, waardoor iedereen zijn verstand is kwijtgeraakt en op de PVV is gaan stemmen. Dat kan natuurlijk. Oké. Ja. Matig applaus, hoor. Ik ben als hard gehoord. Nee, want Nederlandstalige pop, dat bestond in die tijd nog niet. Je had voor 1980 wel een paar bandjes die Nederlandstalig, maar er waren niet noemenswaardiger. Je had bijvoorbeeld Oerend Hart, weet je, van Normaal. Dat was, maar ja, het was meer om het dialect te pluggen. Maar de eerste die echt in het ABN netjes gingen zingen, dat waren wij natuurlijk. Ja. En weet je hoe dat is gekomen? Nou, dat komt allemaal door de VARA. De VARA heeft dat geïnstigeerd, die zijn daarmee begonnen. Die hebben op een gegeven moment een actie ontketend en die heette Zingpop in je moerstaal. Dat was in de 80e jaren, Zingpop in je moerstaal. Dan kon je dus als bandje een Nederlandstalig liedje op popmuziek opsturen met nog een cassettebandje in die tijd naar de VARA. Als ze het goed vonden, mocht je in de studio komen van de VARA, dat was wat hoor. En dan werd dan je liedje opgenomen officieel, op de radio gedraaid. En als het dan een beetje aansloeg, werd je uitgenodigd voor een Flaterpop festival. Die had je toen in de tijd, in de 80e, begin 80e jaren. Dat waren festivals speciaal voor Nederlandstalige bandjes. En daar hebben wij ook natuurlijk een keertje gestaan. Met alle jongens die later bekend zijn geworden, hebben we gestaan in de Vliegermolen, vlakbij bij Voorburg. Dat was een wijze grote zaal, daar konden 3000 mensen in. Daar waren er 130. Altijd het hardst om gelachen, hè? Leuk, hè? Leed van maken, dat is altijd geinig, hè?
Maar alle grote jongens die waren, die toen later heel bekend zijn geworden. Je had bijvoorbeeld Bram Vermeulen met De Toekomst. Was een geweldig mooie Nederlandstalige band. Zo jammer dat die dood is en niet door kon gaan. Geweldige fan ben ik ervan geweest. Hè. Maar Doe Maar speelde er, Het Goede Doel, Toontje Lager, wij, Klein Orkest, De Dijk. Die was ook nog niet doorgebroken. En dat vind ik nou leuk van in Amsterdam spelen, hè. We stonden laatst in Groningen allemaal. We zijn goed bezig, hè. Ja, en daar stonden we met z'n allen echt een bord zand leeg te eten. Er kwam niemand op af. En nog geen paar maanden later sloeg ineens de vlam in de pan. Doe Maar brak door en het hek was ineens van de Dam. Waren we allemaal ineens bekend. En dat moet ik toegeven, dat komt door Henny Vrienden. Die heeft dat nummer als eerste werd die bekend. Kunnen jullie nog herinneren dat nummer? Het ging ongeveer zo als 32 jaar, wel een beetje raar, tot overmorgen. En daarna had hij geen tekst meer. Ik had die la 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 la. Het was volkomen waardeloos. Maar goed, ergens mee doorbreken natuurlijk. Ja, ik flauw om mijn collega te schelden, want ze een leuke gozer. Hè? En zij hebben toch maar mooi de rode loper van al die andere bandjes uitgelegd richting de top 40. Hè? Dat was gewoon zo. Want toen zei was het hek ineens van de Dam. Maar die platenmaatschappijen wilden allemaal Nederlandstalige bandjes. Er werden meteen singles getrokken, weet je, van al die LP's. Van ons bijvoorbeeld, Laat Mij Maar Alleen. Dat was onze eerste single. Typisch een liedje van mij, dat snappen jullie nog wel. En ik was er tegen dat dat de single werd. Want ik zeg, jongens, dat wordt nooit een hit. Laat mij maar alleen. In Nederland willen de meeste mensen toch allemaal bij iemand horen. En dan liedjes horen van, ik hou van je, blijf bij me, ga niet weg of kom terug. Weet je wel. Maar niet, laat mij maar alleen. Daar zit niemand op te wachten. Hebben ze toch eigenwijs doorgezet, want het was lekker uptempo. En ik moet toegeven, ze hadden gelijk. Dat liedje werd meteen een dijk van een hit. Het kwam de eerste week binnen op nummer 12. Dat was wat. Met stip in de eerste week op nummer 12. Bijvoorbeeld de Rolling Stones, die stonden op nummer 18. Die hadden we ver achter ons gelaten. Rolling Stones, ken je toch wel, die gasten? Trouwens, die zanger van dat bandje, die is eigenlijk familie van mij. Die heet eigenlijk Mick Jeckers. Maar die is... Er wordt nou nooit geloofd nergens, hè? Dan leg ik het ook niet verder uit. Ik schrijf er wel eens een boekje over. Daar kom je nog wel achter. Nou, dat was ongelooflijk. En ineens veranderde ons hele leven. We waren gewoon, moet je voorstellen, 30, 31. Dan denk je toch niet echt meer dat je echt bekend wordt of zo. En ineens waren we allemaal beroemd, al die bandjes. Wij stonden in jongerencentra. Nou, het kon geen kip meer bij. Die opbouwwerkers, die schoenlepelden er steeds meer pubers in. En bakvissen, weet je, ze stonden als haring in een ton in zo'n jongerencentrum. Ze konden niks meer, ze konden niet eens zuipen. Ze konden alleen maar dit doen, met z'n allen. En dan stonden ze met z'n allen 700 van die kinderen. Die stonden dat het liedje van mij te zingen. Zo, laat mij maar. Nee, wacht. Nee, ik moet nog één ding vertellen, Tekkers. Het was net een sprookje. Er kwamen steeds meer mensen naar het boompje kijken. En ze vroegen of de boswachter misschien wat bomen ombouw zagen. Want iedereen begon te klagen dat je het boompje door de bomen in het bos niet meer kon zien. Er werd gehakt, er werd gezaagd en van het afgezaagde hout werd rondom het wondereikje een tribune gebouwd. Er werd een slagboom neergelaten, er werden spots op hem gericht. Zo stond hij elke winteravond te stralen in het licht. Het jaar erop probeerden al die andere eiken uit pure afgunst het kunstje na te doen. Maar hoe die andere eiken ook probeerden af te wijken, ze bleven kaal allemaal. Alleen de wondereik werd groen. En hij zei, groen zijn in de winter, collega's, is een kwestie van talent. Iets wat alleen maar lukt als je oprecht afwijkend bent. En het spijt me saaie normale collega's om me heen. Groen zijn in de winter, dat kan er hier maar één. En hij bloeide elke winter. Hij werd wereldwijd vermaard. Het bezoeken van het eikje ging lijken op een bedevaart. In vervoering raakten mensen zijn gewijde takken aan in de hoop dat al hun wensen in vervulling zouden gaan. Hij was een lichtpunt in de winter in het duistere bestaan. Hij was een lichtpunt in de winter in het duistere bestaan. Een lichtpunt.
nieuwjaarscadeau. Of dat ik mee moet naar een feest, nou ik ben al geweest. Of dat ik de bezitterig ben, of in de kroeg te glitterig ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show, nou ik ben nou helemaal zo. Zeg ik een avond niets, dan vraag je, is er iets? Au! Dat ik je geen aandacht geef, alleen maar voor mezelf leef. Je hebt gelijk, het heeft geen zin, het zit er echt niet in. Ben je stil, waar denk je aan? Oh. Wat ben je stil, waar denk je aan? Oh no! Oeh la 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 la. Oeh la 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 la. Oh no! Een paar maanden daarna kregen we weer een hitje. Ook een liedje wat de meeste mensen nog steeds, ondanks alle jaren, kennen. Daar komt hij. 1, 2, 3, 4. Mijn naam is Koos en ik ben werkeloos. De mensen zeggen, ga toch werken, Koos. Nou, ik wil er best wel tegenaan, maar dan wel een leuke baan. Want anders hoeft het niet van Koos. Laat Koos maar vissen aan de waterkant. Mij niet gezien achter de lopende band. En Koos gaat ook geen vakken vullen. Zeker om de zak te vullen van de fabrikant. Werkeloos. Mij voorlopig lekker. Werkeloos. Dat gezeur van gaat er werken, Koos. Koos werkeloos. Werkeloos. Dat mij voorlopig lekker. Een beetje een korte versie. Ja, ja. Ja, vinden jullie misschien niks, maar kijk, dat heeft een, ja, dat kan ik even uitleggen aan u. Het is namelijk zo, ik schrijf mijn hele leven al liedjes, vanaf jongs tot nu aan toe. En ja, dan zijn er sommige liedjes van vroeger waar je niet zo meer achter staat of niks meer mee kan. Dat heb ik met dit liedje een beetje. Dat is, ja, dat heb ik geschreven toen ik nog een beetje jong en vrij anarchistisch rondliep. Dat was in die tijd ook een beetje mode. Dat je dacht, nou, als het lesgeven niks wordt en dat bandje wordt ook waardeloos, dan ga ik mooi niet aan de lopende band of waar dan ook werken. Ga lekker mijn hand ophouden, lekker vissen en kan. Op kosten van de staat. Dat vond je toen stoer. Later kwam ik erachter dat je daar niks aan hebt. Daar word je niet gelukkig van. En dat is het helemaal niet. Hè. Dus daarom vind ik dat liedje niet zo leuk meer eigenlijk. Hè. Komt ook door mijn vader, die op zijn 57ste werkeloos werd. En die vond dat heel erg. Mijn vader die werkte destijds bij de Gruiter. Weet u nog wat dat is? Ja? Jezus, een oud publiek dan, zeg. Ja, ik even. Ook wel raar, een oud publiek wat van kinderliedjes houdt. Dat is toch wel vreemd, hoor.
Toch niet dement, hè? Nee, oké, okay, dat is goed. Nee, goed, mijn vader die werd werkeloos. Hè, en die vond dat heel erg. Die was getrouwd met de Gruiter. De Gruiter, dat was alles wat die had in zijn leven. Buiten mijn moeder, maar voor de rest de Gruiter, al man de Gruiter. En ineens was alles failliet. Al die winkels waren dicht. En dat vond hij vreselijk. Het was zo erg. Hij durfde niet eens langs een zaak te lopen waar vroeger een de Gruiterwinkel in had gezeten. Daar liep hij een blokje om. Toen dacht ik, god, wat een heftig gevoel. En toen heb ik er ook van geleerd hoe erg het kan zijn als je helemaal buiten spel komt staan. En met geld moet minderen. En ineens geen aanzien meer hebt en niks te doen. Toen dacht ik, daar over dat gevoel kan ik beter eens een liedje schrijven dan zo'n idee als Koos Werkeloos. Heb ik gedaan en wil ik nu graag voor u zingen. Het lied heet Het Hek. Soms als het huis te klein wordt, krijgt hij het te kwaad. Dan gaat hij maar gewoon een blokje om. Maar meestal na een half uur staat hij ongemerkt op de plek waar de fabriek stond, waar hij vroeger heeft gewerkt. En dan kijkt hij door het hek naar het braakliggende terrein, zo zonder de gebouwen. Lijkt het allemaal zo klein. En dan denkt hij al die jaren, waarvoor heb je het gedaan? Er groeit onkruid op de werkvloer waar hij vroeger heeft gestaan. En zijn kinderen zeggen vaak, pa, neem er nou eens afstand van. Maar zij kunnen niet begrijpen dat hij niet accepteren kan dat het allemaal voor niks was. Alles weg, kapot en plat. Goed, je was wel niet belangrijk, maar je betekende toch wat. Soms hoort hij bij het hek de fabrieksgeluiden weer. De maten, de machines, echo's van de leer. En dan trekt hij in gedachten zijn overal weer aan. En gaat er midden op de dag in de nachtploeg tegenaan. Maar altijd na een tijdje ziet hij zichzelf daar staan. Man van in de 50 met zo'n regenjasje aan. Die doelloos staat te dromen, door niemand opgemerkt. Op de plek waar de fabriek stond, waar hij vroeger heeft gewerkt. En zijn kinderen zeggen, pa, neem er nou eens afstand van. Maar zij kunnen niet begrijpen dat hij niet accepteren kan dat het allemaal voor niks was. Alles weg, kapot en plat. Goed, je was wel niet belangrijk, maar je betekende toch wat. Ik heb in mijn werkzaam leven eigenlijk maar twee grote hobby's gehad. Dat is dit prachtige vak, wat ik mijn hele leven bijna heb mogen doen. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Het is echt een voorrecht om dit te mogen doen. Alhoewel, af en toe word ik het wel eens zat, dit vak. Dan hou ik er een jaar of 14 mee op. Dat heb ik gedaan namelijk een keertje. Ja. En dat komt door mijn andere hobby, dat is namelijk niks doen. Dat noem ik niks doen, want in het vak wat ik heb, dit vak, weet je vaak jaren van tevoren waar je moet spelen of waar je moet staan. En dat ja, kan soms op je afkomen. En dan denk je, nou, ik ga eens even lekker met een open agenda, helemaal niks. Lekker elke dag bekijken, wat is leuk vandaag en wat ga ik doen. Zo zit het in elkaar. Hè? Maar op een gegeven moment krijg je weer heimwee naar dit beroep, zo gaat het altijd maar op en neer. En op een gegeven moment is de combinatie van die twee dingen natuurlijk het mooiste. Dat je een lied schrijft, dat is dan werk, over bijvoorbeeld een beest wat geen flikker uitvoert. Een nijlpaard, ik noem maar wat. Dat gaan we nu zingen en meezingen. De schapen die blaten, de kakka zegt toe. De mensen die praten, de kari zegt boe. Maar onze lieve nijlpaard maakt dat niet uit. Hij ligt in de modder en maakt geen enkel geluid. De apen in Artus, die stellen zich aan.
Ze gillen en krijsen voor een simpele banaan. Maar ons slimme nijlpaard verzet nog geen poot. Hij gaapt af en toe is en verdient zo zijn brood. Komt die levende nijlpaard. Kom, hè. Leve het nijlpaard. Wat een schitterend dier. Wat een schitterend dier. Dik, lui en lelijk. Dik, lui en lelijk. Ligt hij in de rivier. Ligt hij in de rivier. Je hoort hem nooit klagen. Je hoort hem nooit klagen. Het nijlpaard heeft stijl. Het nijlpaard heeft stijl. Hij ligt alle dagen. Hij ligt alle dagen. Met zijn kont in de Nijl. Een nijlpaard heeft maling een uiterlijk schoon. Zoals die eruit ziet, zo is die gewoon. Hij maakt zich niet op, doet ook niet aan de lijn. Maar ligt dik en lelijk gelukkig te zijn. Dus als je heel lui bent met een lelijke snuit, kan jou dat nou schelen, joh, wat maakt dat nou uit? Want neem nou het nijlpaard, die is altijd tevreden. Die gezellige dikker, die zit nergens mee. Komt hier nog een keer, leven het nijlpaard. Leven het nijlpaard. Schitterend dier. Wat een schitterend dier. Dik, lui en lelijk. Dik, lui en lelijk. Ligt hij in de rivier. Ligt hij in de rivier. Je hoort hem nooit klagen. Je hoort hem nooit klagen. Stijl. Het nijlpaard heeft stijl. Hij ligt alle dagen. Met zijn kont in de nijl. Zo'n kont in de Nijl. Ik zou bijna zeggen, Lunteren, bedankt. Geweldig meegezongen, hartstikke bedankt. Nou, dit was echt het laatste kinderliedje. En die komt onder andere uit een van de 12 liedjes van die prachtige LP met een roltrap naar de maan. En er zijn nog steeds heel veel mensen die die LP kennen, terwijl die eigenlijk uit 85 komt. Toen hebben we hem gemaakt. Dus onwijs lang geleden. Dus bij elkaar zo'n 34 jaar oud. Maar nog steeds kennen heel veel mensen kennen die plaat. Dat vind ik echt geweldig. En vragen vaak aan mij, was dat destijds in 85 ook meteen een hit? Die liedjes, hè? Dan zeg ik altijd, ja. Ja, ik kan het niet ontkennen. We verkochten meteen een waanzinnige hoeveel LP's. Het sloeg meteen aan. En we kregen een Edison voor het beste kinderplaat van het jaar. Nou, dat is ook geweldig, hè? En 6 van de 12 liedjes werden uitgezonden op Sesamstraat. Echt waar? En 6 keer herhaald ook. Toen verkochten we nog meer LP's. Wel geweldig, wel honden we leuk en geinig gezellig. En al 1 liedje hebben we een probleem mee gehad, dat is wel waar. Na 1 keer uitzenden was er 1 liedje, daar kwam een respons op, zeg. En niet te weinig woedende mensen. Als dit liedje nog 1 keer wordt uitgezonden, kijken we nooit meer naar Sesamstraat. Wat denkt dat kleine Quest wel? Dat was het liedje De Kinderverslinder. Dat is toen... Ja, jullie kennen het geloof ik. Nou, het is toch een hartstikke leuk liedje. En het is toen gecensureerd, weet je wel. Voor de lui die het niet kennen, hoe ging het ongeveer zo van... Hij maakt je klaar met peperzouten met een uitje... en braadje in een oven of een grill. Likkenbaardend kijkt hij naar je door het ruitje... en prikt af en toe een vork in je bil. Nou, en? Dat vinden kinderen leuk, weet je wel. Dat is toch geinig. Maar nee hoor, werd dat weer verboden, jongen. Trouwens, sowieso waardeloos. Want ook Polydor heeft er ook nog een censuur. Waren eigenlijk 13 liedjes, hebben ze er nog een liedje afgehaald ook. Dat vond ik helemaal schandalig. Dat is echt belachelijk. Hoe ging dat liedje ook weer? Ik zal even zingen. Ik weet zelfs de melodie nog wel. Die ging zo van... Weg met alle ouders, stop ze in de prullenmand. Smeer ze in met olie, steek ze in de brand. Klein orkest, dames en heren... heeft alles bij elkaar maar 36 liedjes gemaakt. Dat is niet te geloven, maar 3 echte LP's. 12 kinderliedjes en 24 liedjes voor volwassenen. Meer is het niet. En die u nu gaat horen is waarschijnlijk wel de bekendste. Oosterlijn, unter den Linden, er wandelen mensen. Langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan.
waar iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in paradepas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan? Hé, hey, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt, voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen en soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Er wandelen mensen langs porno en piepshows, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken. Hey, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. En alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur. En de vogels vliegen van West naar Oost Berlijn, worden niet teruggevlogen, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen en soms ook in het oosten willen zijn. Omdat het brood ligt soms bij de Gedächtniskirche, soms op het Alexanderplein. Bedankt. We hebben dit 120 keer gedaan door het hele land. En waar we ook speelden, Maastricht, Leeuwarden, Vlissingen, het maakte niet uit, Den Helder. Overal kregen we na dit liedje zo'n enorm warm en groot applaus. Dat je bijna het gevoel had, het is een eer dat ik het heb mogen schrijven. Zo'n gevoel geeft me dat. Hè? Hartstikke bedankt. Hè? En ik wil graag het lied een beetje verklaren. Er zit een verhaal achter. Het is namelijk zo dat in 1983 was er een enorme demonstratie in Den Haag tegen de kruisraketten, Oost-West-verhoudingen en voor de vrede. En dat was de grootste demonstratie die er ooit in Nederland is geweest. Er waren 500.000 mensen in Den Haag. En wij moesten daar een liedje zingen. Dat was gewoon zo. Hè? En dat was ongelooflijk. De vader had ons gevraagd, Harry, je schrijft aardig liedjes. Wil jij niet een liedje schrijven? Ik zeg, goed. Dus kreeg ik marsmuziek opgestuurd thuis. Weet je wat? Ja, daar ga ik geen tekst bij schrijven, want ik geen zin in. Ik zeg, doe wat anders. Nou, dat moet jij weten, zeiden ze. Een beetje op een pik getrapt, de vader waren ze. En, dus ik vraag aan die toetsenisten een muziekje, dit neem ik mee naar huis. En ik ging even zitten klooien. En dat liedje, Over de Muur, heb ik in 2 uur geschreven.
mazzel, want soms doe je over een lied 2 dagen en moet je het ook nog weggooien. Maar soms heb je mazzel, pats, ineens stond het er. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het meteen zelf een mooi liedje. Het zag er ook op papier mooi uit, zo Oost-Berlijn, West-Berlijn en dan dat refrein als een muur ertussen. En ik dacht, nou, mooi ding. Weet je wel, nou, heb je goed gedaan. Weet je, echt, het gevoel kreeg ik een beetje. Hè? En, maar ik dacht er ook meteen bij, nou, dat zetten we niet op een LP van het Klein Orkest. Want dat vindt niemand wat in heel Nederland. Zo'n gedragen, psalmachtig muziekje. Moeilijk intellectuele tekst, weet je, met Duitse woorden erin, weet je wel, Kurfürstendam en Nederlandse houden niet van Duits. Ik denk, nou, dat wordt niks. Dus je hebt dat liedje wel naar de varen opgestuurd van, dit vind ik wel een leuk liedje. Vond het zelf wel geinig, hè. Dus wij naar die demonstratie moesten ergens om een klein podium, maar achteraf ergens tussen al die mensen in optreden. En we komen langs het Malieveld en ineens komen er 3 rode hesjes zo het straat op. Die had je toen al, maar ze waren rood, die hesjes. Met Vara erop, hè? Met Vara. En die hield ons aan. Jongens, klein orkestje toch jullie? Ja, ja, hoezo, wat is er? We hebben nog eens geluisterd naar het liedje, vindt het wel mooi. Kunnen jullie het even gaan zingen op het hoofdpodium? En we hadden het pas 3 keer gerepeteerd. Dus ja, we keken elkaar aan. En nou ja, laten we het maar proberen, je weet maar nooit, hè? Dus wij herinneren ons dat allemaal als de dag van gisteren. Gingen wij dat podium op, onze spullen werden neergezet. En toen kwam ik op dat podium te staan. En toen heb ik iets gezien, dames en heren, wat ik mijn hele leven daarna niet meer gezien heb. En ik ben wat gewend op het gebied van het publiek, hè? Maar ik zag daar, ik stond daar, 250.000 mensen. De politie die heeft dat later gecheckt en in het journaal bevestigd. Er stond 250.000 mensen op het Malieveld op dat moment. Je kon, waar je keek, keek je voorbij de Koninklijke Schouwburg, de Amerikaanse ambassade, in zijstraten, achter ons, in bomen, op gebouwen. Mensen, mensen, mensen. En dan moet je toch wel even slikken als je dat liedje moet gaan zingen. En dan denk je, god, als het maar goed gaat, zeg. Dus ik wou gaan aftellen en zeggen, jongens, we beginnen. Dus ik komt er ineens zo'n groot van de Vara naar me toe, die zegt, wacht nog even, je komt live op de radio. Dat zijn van die momenten, dames en heren, dat je liever loodgieter had willen worden. En liefst nog een haarse. Dat je lekker voorbij rijkosten kon rekenen. Dat is wel goed. Doen ze in Den Haag allemaal, weet je wel, 50 euro voorbij rijkosten, de tyfus, gewoon voorbij rijden. Maar goed, ik ben aan het vertellen over dat liedje. En nou, wij stonden en dacht, als het nou maar goed gaat. En toen hebben zij het gelukkig foutloos gespeeld. En ik heb het ook goed gezongen. Ik was textueel goed. Maar het was een beetje bang, angstig gezongen. Maar dat bleek achteraf juist een gouden zet. Want het was een angstige tijd toen. Hè. Die bom kon echt naar ons toe komen. Dus het sfeertje was net goed. Maar ja, dat wisten wij allemaal niet. Wij gingen van het podium af. Jongen, meteen de kroeg ging kantelen als een idioot. Weet je wel. Pff, gelukkig zeg, het zit erop zeg. Volgende dag zelfs mijn kater had koppijn zeg. Dat ben ik nog heel goed zeg. En we zetten allemaal thuis de radio aan. En het eerste wat we hoorden was dat liedje. Het werd de hele dag gedraaid. Dat bandje. Van die opname. Het kwam in de verrukkelijke top 15 op nummer 1. Het heeft daar maanden gestaan. Het was Polydor natuurlijk als de kippen erbij. Een singeltje eraf trekken. Die kwam hup, de top 40 in. In de top 10 zelfs. Hè. Onwijs hoog. En het is, zolang ik leef is het een hit gebleven. Altijd. Weet je hoe dat komt? In 89, 6 jaar daarna, viel de muur om. Nou, dat was onze mazzel natuurlijk. Hè. Ja, iedereen, ah, nog een mooi liedje, liggen, een klein orkest met over de muur. De muur is gevallen, ja, hup, gingen we weer de top in. 5 jaar daarna, het is 5 jaar geleden dat de muur is omgevallen. En dan nu het liedje van het klein orkest, gingen we weer. 10 jaar, precies hetzelfde. En in het jaar 2000 kwam die top 2000, weet je, die is nou 19 jaar. Mogen mensen kaarten opsturen wat ze het mooiste liedje vinden. Daar staan we al 19 jaar, ergens tussen nummer 20 en nummer 40, 50 of 60, zoiets in die regio. Wat onwijs hoog is voor een Nederlandstalig liedje in al die jaren. En de mensen vragen wel eens aan mij, Harry, draai je dat liedje thuis nog wel eens? Dan zeg ik, nee, nooit. Als ik het wil horen, zet ik gewoon de radio aan. Ah, dank u wel. Ja, ik vind het wel zelf ingenomen grapje, maar het is echt gewoon zo. Ja. Dus het is gewoon echt zo. En weet u, dat liedje hebben wij als bandje natuurlijk ook hartstikke veel aan gehad. In 83 werd het een hit. En wij gingen pas in 1985 uit elkaar. Nog 2 jaar lang hebben wij kunnen drijven op het succes van dat lied.
Het was overal barstensvol. En waar we ook kwamen, wilden ze dat met name horen. Zo gauw we die eerste noten inzetten, gingen alle aanstekers aan. We rookten nog allemaal. En de hele jonge centra allemaal over de muur mee te zingen. En na afloop altijd nog een keer, nog een keer. Wij twee krachten elkaar spelen. In de toegift nog een keer. We hebben in die 2 jaar nog 200 keer opgetreden. Ik schatte dat we dat liedje 600 keer hebben gespeeld. En dat liedje heeft er daardoor voor gezorgd dat we eigenlijk ook uit elkaar zijn gegaan. Want ja, bedoel, het werd op een gegeven moment een sleur. En we hadden zoveel liedjes over sleur geschreven om te weten dat we aan de beurt waren. Weet je wel. We wouden wel eens ander repertoire, maar dat we werden gelinched als we over de muur niet speelden. Hè. Dat was gewoon, zo werkt dat in ons beroep. Hè. Zijn we op een dag dappere beslissing genomen, zijn we aan de keukentafel gaan zitten met een pilsje en gezegd tegen elkaar, jongens, is het nog leuk? Hebben we allemaal apart wat te doen? Ja. We hebben een prachtige tijd gehad, 8 jaar met z'n 4 opgetrokken. Maar ja, het is tijd om wat anders te gaan doen. Hand erop, oké, dat zeiden we tegen elkaar. Hè. En we zeiden ook tegen elkaar, en we gaan niet zoals andere bandjes weer over 5 jaar een reunie houden en zo. Doen we niet. Ja, dan kunnen jullie lachen allemaal. Dat hebben we ook niet gedaan. We hebben dat nooit gedaan. We hebben nooit meer opgetreden met liedjes. En het komt door Niek dat we dat toch wel weer zijn gaan doen. Want die zei van, ja, nooit. Dat moet je voorstellen, we waren 34 of zoiets. Hè. Als we later gepensioneerd zijn, dus 31 jaar later, dan denk je niet aan als je 34 bent. Dan gaan we, hebben we geen flikker te doen. Zullen we dan nog eens een keertje gaan optreden? Toen zeiden we, oké, tegen die tijd wel. Ja, en dat hebben we gedaan. En daar hebben jullie vanavond naar gekeken. Ja, dat is wel ja, mooi. Dank je wel. Ja, maar in 85, na die moeilijke beslissing, was voor ons het sprookje uit. En nou ja, dat sprookje moet ik even afvertellen natuurlijk. Hè. Elke winter hè, moest de kleine eik weer bloeien. Al had hij soms een wintertje geen zin. Ja, winters stralen in het licht was hij aan zijn stand verplicht. Dus zat een winterkaal zijn er voor hem niet in. En als hij wel eens klaagde zo van, man, it's lonely at the top. Kreeg hij ongenadig van de andere eiken op zijn kop. Dat komt nou van bijzonder zijn, riepen ze allemaal. Wij hebben die problemen niet, wij zijn gewoon normaal. Hij kreeg steeds minder zin zijn kunstje te herhalen. Elke winter weer te doen wat van hem werd verwacht. Hij verloor zijn frisse kleur, stelde zijn publiek teleur. En was ook niet zo bijzonder als hij eigenlijk had gedacht, hoor. Want er scheen ergens een eik te zijn, zo ging het gerucht, die ondersteboven bloeide met zijn wortels in de lucht. Er was een iepje dat kon goochelen, een berg die touwtje sprong, en een heel bos in Zweden wel eeuwig liedjes om. Die winter gaf het eikje het op. En hij werd in 1 nacht kaal. Hij wou nooit meer bijzonder zijn, maar weer gewoon normaal. Hij ging lekker weer bloeien in de lente, zoals in de dagen van weleer. Maar wat hij dat voorjaar ook probeerde, het lukte hem niet meer. Hij liet zijn kale takken hangen, keek nog 1 keer om zich heen. En stierf midden in de lente, zeg. Helemaal alleen. In een bos vol groene bomen stierf hij. Helemaal alleen. Het is inmiddels alweer eeuwenlang geleden dat er een eikje was die het anders wilde doen. Waar hij destijds stond te prijken, staan nu saaie nieuwbouwwijken. Geen eik meer te bekennen, dan een paar, een plantsoen. Er is niets meer wat herinnert aan die leuke wondereik. Aan zijn poging af te wijken en zijn winterse gelijk. Behalve dan dat zijn verhaal, nadat hij is geveld, op het papier van 1000 eiken eeuw na eeuw is doorverteld. Hoe hij dapper streefde, in de spotlights kwam te staan en uiteindelijk sneefde en ten gronde is gegaan. Maar omdat hij altijd trouw bleef aan zijn grote ideaal, kreeg hij anders dan de anderen, die ook dood zijn, allemaal, het eeuwige leven in de vorm van een verhaal. Hey, je hoort heel erg vaak zeggen, wie schrijft, die blijft. En dat klopt wel vaak. Het geschreven heeft vaker een veel langer leven dan de schrijver zelf of dan mensen in het algemeen. Bijvoorbeeld de Bijbel is 2000 jaar oud, dat halen wij niet. Hè? Maar ja, als je wat schrijft, kan je wel eens een beetje overblijven. Dat kan. Hè? Maar ik denk wel over 100 jaar, als jullie allemaal dood zijn en wij ook. En niemand eigenlijk dan ook meer weet wie wij allemaal geweest zijn. Denk ik dat er toch ergens 1 stad in Nederland is waar nog altijd een liedje van mij wordt gezongen. Dat gaan we nu doen.
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn. In december met de hele buurt op jacht, op kerstboom met de razie. Op oudjaarsavond fikkie stoken, voor al die autobanden rook te ver. Nee, we zijn weer in het buitenland, hoor. Komt eerst nog een coupletje en nog wel over ADO. Een beetje respect hier zo, hè? Ik zou best nog wel een keertje met die armen naar ADO willen kijken. Zou de park de lange zij, een warme worst supporters om je heen. Lekker kankeren op Theo van der Burg en die lange van Vianen. Want bij elke lage bal, dan dook die erkel er stevast overheen. Oké! Oh, oh, Den Haag. Mooie stad, achter de duinen. De schilderswerk, de lange poten en het plein. Oh, oh, Den Haag. Ik zal met niemand willen ruilen. Meteen gaan huilen. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen. Op mijn boegenwerfie halen en daarna dansen in de marathon. En na afloop op het Rijswijkse plein een haringje gaan happen. De dag daarna een kater, dus naar Scheveningen, lekker bakken in de zon. Ik geen hagen, nee, zou zijn. Ach, ik zou best wel een keertje. Ach, wat leg ik toch te dromen. Want Den Haag is door de jaren zo veranderd, joh. Voor mij toch veel te vlug, joh. Die onwijs hoge brandstapel, moet die er trouwens elk jaar nou wel zo nodig komen, joh. Zo komt die oude waar, als die ooit nog komt, zwart geblakerd terug. Mooie stad, achter de duinen. De schildersweg, de lange poten en het plein. Oh, oh, Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen. Meteen gaan huilen, als ik geen Hagen nee zou zijn. Meteen gaan huilen, als ik geen Hagen nee zou zijn. Gaan halen, als ik geen hagenees zou zijn. Henk-Jan Heuveling. Niek Nieuwenhuizen. Christian Prins. Hey, het was geweldig, hè? Hartstikke bedankt. Tot de volgende reis. Hoi.